manier van lesgeven. Lance Armstrong is toerzegers kwijt. En Boudewijn Kommewijnen weer begonnen. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Oude manier van lesgeven eruit en nieuwe erin. Verschillende leerkrachten zijn nu druk bezig met de training te volgen van een nieuwe lesmethode. Dat wil zeggen dat alle VOJ-scholen binnenkort lessen zullen krijgen op een heel andere manier. Engels, Nederlands en biologie. Dat zijn enkele van de vakken die we op de MULO of op de middelbare school krijgen. De oude manier van lesgeven is alleen maar luisteren, overnemen en niet veel zeggen. Maar deze is toch heel anders. Ik vind het een betere methode. De kinderen kunnen meer zien en hoeven minder voor te stellen. Maar het is altijd beter om te leren door meer te zien en meer te ontdekken. Doordat een leerling nu een boek heeft, kan hij ook zelf studeren. Heeft hij de boeken zelf thuis? Kan hij daarmee werken? En kan hij in feite ook verder gaan met het materiaal zonder dat hij de docent daarbij nodig heeft? Dit is maar een klein deel van de nieuwe boeken die alleen bestemd zijn voor het eerste leerjaar. In totaal zijn er 90.000 die gehaald zijn. Het is de bedoeling dat de leerkrachten die nu de training volgen, weer andere leerkrachten opleiden. Ze krijgen een trainingsmodule en in die trainingsmodule gaan we met hen door de methode heen. Gaan we kijken hoe is die methode opgebouwd, wat komt er allemaal in de methode voor. Dan gaan we het ook over de handleiding hebben, hoe moet je omgaan met die methode. We laten de toetsen zien, er zit digitaal materiaal bij, dus digitaal materiaal waar de leerlingen ook mee kunnen werken. Waar de docent eventueel dat op het bord, op een digitaal bord kan laten zien. Nou, dan laten we allemaal zien hoe doe je dat. En nu met de nieuwe boeken is er alvast een start aan het verbeteren van onze methode. Op sommige scholen is de nieuwe methode al ingevoerd. Het is de bedoeling dat alle scholen zo snel als mogelijk op de nieuwe manier les krijgen. Alle vakken zullen worden aangepakt en dat zal niet meer lang duren. Dagelijks worden er kinderen mishandeld. Door erover te praten kan het probleem worden aangepakt. Daarom brengt het Surinaams Bijbelgenootschap een bezoek aan de Sint-Josef School om met leerlingen hierover te praten. Voor mij is huiselijk geweld het mishandelen van mensen. Wanneer ouders kinderen slaan, wanneer ze naar school gaan, hebben ze verdriet en ze hebben pijn bij hun hart. Het is een project dat kinderen bewust maken van het feit dat er seksueel misbruik voorkomt, in Suriname met name. Maar ik vind het triest. Ik vind dat zoiets niet moet gebeuren in Suriname. Waarvoor hebben we dit nodig? We zijn voor het eerst op een glowschool. En dan gaan we kijken hoe de kinderen reageren, wat ze zeggen. En dan maken we gebruik van poppetjes en tekeningen, zodat zij zelf kunnen aanwijzen van hier mag men me niet aanraken. En dit vind ik fijn als men het doet. Ook wordt er aan de kinderen geleerd wat ze moeten doen, mocht het bijvoorbeeld gebeuren dat ze worden aangeraakt. Kinderen die moeite hebben om over te praten. Nou, daar zijn we vandaag, dat we ze een beetje hulp bieden van durf over te praten. Schaam je niet, wees trots op je lichaam. Niemand mag misbruik maken van je lichaam. En mocht men het gedaan hebben, ga hulp zoeken. We geven ze aan een kinderlijn, we geven ze aan hun ouders of de vertrouwenspersonen hier op school. Ik vind dat men erover moet praten, kinderen met hun ouders of hun familieleden. Want je kan het niet voor jezelf houden, anders doe je jezelf alleen maar meer pijn. Het kan voorkomen dat tijdens het praten blijkt dat een leerling inderdaad thuis problemen heeft. In dit geval zijn er speciale begeleiders van de school die de kinderen kunnen opvangen. Het Surinaams Bijbelgenootschap zal de komende tijd ook langsgaan op andere VOJ- en GLO-scholen, om zo kinderen te stimuleren om te praten over hun huiselijke problemen. Lance Armstrong is al zijn toerzegers kwijt. En de krant wordt vanaf 1 november duurder. Dit alles in onze korte nieuwsberichten. Hey, je kan er van alles in vinden. Binnenlands, buitenlands en het laatste sportnieuws. Tot nu toe zijn alle kranten in ons land 1 SRD. Maar daar komt er binnenkort verandering in. Want de Times of Suriname wordt 50 cent duurder. En ook Dagblad Suriname denkt eraan om zijn prijs te verhogen.
De ware tijd blijft voorlopig wel nog gewoon 1 SRD. 7 keer won wielrenner Lance Armstrong de Tour de France. Maar nu is hij alle 7 in 1 keer kwijt. Armstrong is namelijk beschuldigd van dopinggebruik, na onderzoek van de Amerikaanse antidopingsorganisatie. Nadat hij in 1997 kanker overleefde, heeft hij een stichting opgericht om kankerslachtoffers en onderzoek te ondersteunen. De gele Lift Strongbandjes die hiermee gepaard gaan, waren een wereldwijde rage geworden en worden nog steeds door veel mensen gedragen. Maar nu worden de 7 titels die hij tussen 1999 tot 2005 heeft gehaald uit de boeken verwijderd. Wat dat betekent is dat deze jaren geen officiële winnaar heeft. In andere zaken ging de prijs naar degene die op de 2e plaats was. Aangezien er 20 van de 21 prijswinnaars verdacht worden van dopinggebruik, heeft de organisatie deze beslissing genomen. Ook eist de toerdirectie dat hij het verdiende prijzengeld moet terugbetalen. Volgens een berekening van een sportkrant gaat het hierbij om meer dan 3 miljoen euro, wat neerkomt op bijna 13 miljoen SRD. In 2000 won Lance Armstrong een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Er bestaat nu ook kans dat deze medaille wordt ingetrokken. De basis- en de VOJ-scholen zijn al bijna een maand open. En gelukkig zijn alle kinderen die nog geen plek hadden, nu wel geplaatst. Dat heeft het ministerie van Onderwijs ook beloofd. En die belofte hebben ze waargemaakt. Er zijn op enkele scholen 1 of 2 lokalen afgeleverd. En we hebben goed gebruik gemaakt daarvan. Aan de andere kant moet ik zeggen dat een heleboel schooldirecteuren hun volle medewerking heeft verleend om alle ruimten die er waren in de school te gebruiken om kinderen op te vangen. Zo zijn computerlokalen ingezet om kinderen op te vangen. Bibliotheekruimten zijn ingezet om kinderen op te vangen. En andere directeuren zijn zelfs zo ver gegaan door boven het klassengemiddelde van 32 te gaan in de klas. Deze drukte heb je gelukkig niet meer op het kantoor van de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs. Nu de meeste kinderen geplaatst zijn, is de drukte voorbij. Wat wij nu nog hebben, zijn enkelingen die komen, waarbij echt de situatie een beetje anders is dan de groep die wij 1 oktober hier hadden. Het zijn vooral kinderen die waarschijnlijk het voornemen hadden om niet meer naar school te gaan, maar daarop geattendeerd worden door volwassenen van nee, ga proberen school te krijgen en je weer in te schrijven. Ook voor deze kinderen wordt de oplossing gezocht. Want als kind heb je recht op onderwijs, ongeacht je omstandigheden. Een opluchting voor de bewoners van Kommerwijnen. De bouw van de dijk langs de Kommerwijnenrivier is weer begonnen. Er wordt hard gewerkt door de arbeiders op de plek waar de dijk moet komen. Ze hebben geen tijd voor praatjes en willen niet verstoord worden. De bewoners zijn opgelucht. Ik ben blij dat ze weer zijn begonnen, zodat het beter kan zijn voor ons en zo. Want we gingen altijd onder water en zo. En nu komen er vele mensen naar hier zo. Het trekt veel mensen aandacht. Vorige week was er wat ophef over de bouw van de dijk. Kinderen van de openbare school Lust en Rust maakten zich toen nog zorgen. Als ze het niet maken, dan wanneer het hard regent, wanneer het vloed is, gaat de school daar onder water lopen. En dan gaan de boeken niet meer zo goed eruit zien, dus ik vind dat ze die dijk toch moeten maken. Nu een week later is iedereen weer rustig en opgelucht en wordt de dijk niet alleen gebruikt om het water tegen te houden. Er komen heel veel mensen hier zo. Ze komen hengelen, komen hier zo barbecuen, koken en al. Er zijn mensen die vuil erachter en zo laten, maar niet allemaal. Niet in ieder. Zoals de plannen nu zijn, wordt deze dijk gebouwd tot bij Belwaarde. Vanaf dat punt tot en met Lust en Rust zal de hoofdweg met 60 centimeter worden verhoogd om als dijk te dienen. De bewoners hopen natuurlijk dat met de komst van de dijk hun waterproblemen tot het verleden zullen behoren. En met dit nieuws uit Kommerwijnen zijn we weer gekomen aan het eind van deze uitzending. We zijn er morgen weer. Fijne avond.